er zijn wel een paar vrouwen daar die wat helder zijn. Maar is niet helder genoeg om met hun te praten. Je ziet daar trouwens steeds nieuwe gezichten. Nu is een jonge blonde vrouw daar. Die ging maar voor zorgen. En er zijn natuurlijk van die vaste krachten, maar die doen niet meer die zorgtaken. Dus mensen die echt die mensen moeten wassen. Ja, die wat ik zie, die werken daar niet lang. Kan je niet goed horen hier, jong. Dit kan je niet goed horen, die straten zijn nat. Die auto's die langs rijden, die, weet je, dat maakt meer lawaai op een natte straat. Je kan de telefoon ook niet in de hand nemen, je weet waarom. Maar hier is het momenteel lawaaiig. En er komt het nieuwe geluid mee van droge bladeren, waar de wind doorwaait. We zijn nu ook langs die brug tussen de DSM door waar we vroeger overheen reden. Die brug die bestaat nog. Ja, dat is nu privéterrein. Dat is al 45 jaar geleden. Ik was bij de garageverkoper een Sittard. Dat is zo'n blonde kerel, die deed vroeger karate, misschien ken je die. Die verkocht autootjes uit de jaren 60, 30 euro per stuk. Hij had ook treintjes, maar dat is dan niet lonend voor Michel, want hij is gewoon heel duur. Hé, hey, die zal de prijzen wel goed kennen. Marilyn Monroe tas met allemaal afbeeldingen. Je zit op die weg naar Stijn vanuit Geleen. Dat je vroeger links tot in de jaren 60, de wijk die noemden ze de kolonie. Die moest toen plaats maken voor de DSM. Je ziet nog de bomen staan, of een beetje restanten van toen. Maar het is wel een hele groene wijk geweest. Dus eigenlijk Neerbeek en Geleen. Moet je maar eens kijken of je die kan zien, de kolonie. Die Tom, die is vast in zijn man, die was daar opgegroeid. Dus dat is een stuk Geleen wat gewoon weg is. En ik reed door de wijk van die Mattie, maar die Mattie heb ik ook nooit meer gezien. Dus die zal ook wel opgenomen zijn. Ja, dat was Graafwinkel die wijk, ja. Ja,
Ik reed trouwens een Sittard. Maar toen zag ik een donkere knul. Die kwam aangefietst.